Voor een prikkie door de Rotterdamse haven varen. Wie wil dat nou niet? Met de vastferry van de RET kan het. De veerdienst blijkt zelfs een hit bij voetgangers en fietsers. Ik merk echt wel dat het weer heel erg toeneemt, de drukte. Ja, en ik denk ook wel dat het te maken heeft door het feit, hè, door de corona, dat mensen natuurlijk nu niet naar het buitenland kunnen. En dan merk je ook wel dat ze heel veel gebruik maken nu van deze boot. Want hier vandaan, je stapt af bij de Maasvlakte en dan gaan ze een rondje Nederland doen. In 25 minuten vaar je van de Berghaven in Hoek van Holland naar Futureland op de Maasvlakte. Op sommige uren maakt de ferry een extra lange lus en kun je ruim 5 kwartier genieten van havenkranen, containerschepen en zeehonden. We krijgen zeehondjes aan die kant van het strandje. Ja hoor, en daar hebben we Karel in het water. Ik ga kijken of die wil komen. Kareltje! Kijk maar, hij komt er zelf altijd even. Karel! Even mooi zijn voor de foto. Juist. Ah. Weg. Dit is een eilandje, dat is handmatig hier aangelegd. Uit veiligheidsoverwegingen. Zouden ze nou problemen krijgen, die containerschepen, dan varen ze tegen dat eiland op. En niet daar, tegen de LNG-opslag. Karin werkt nu al bijna 5 jaar als steward op het schip. Maar lijkt haast wel een reisleider. Ze is een wandelende encyclopedie, vol feitjes over de haven. En in het begin deed ik inderdaad alleen maar kaartjes verkopen, maar ik merk toch wel dat heel veel mensen niet weten wat hier allemaal gebeurt in de haven. Dus ik ben me daar een beetje in gaan verdiepen en ik vertel zo, tijdens de rondvaart vertel ik zo het een en ander hierover en ik merk toch wel dat ze dat ook wel leuk vinden. En soms moet ze zelfs klimmen en klauteren over de fietsen. Zo druk kan het zijn. Zeggen de mensen ook wel eens, je lijkt wel een klein aapje, maar ja, ik moet toch de klanten afrekenen. En dan moet ik hier langs en dan ga ik zo. Staat het helemaal vol, zelfs de fietsen of soms ook scooters staan gewoon ook zo helemaal in het midden. We zijn in Hoek van Holland en ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en een avond verder. Tot ziens! Ja, eens gelijk.